We zijn aangekomen bij het laatste deel van dit e-learning traject. Nou, wat gaan we vandaag doen? Een pixie haircut en dan gaan we snijden. En een hele leuke kleurtechniek voor het korte haar. Nou, jullie zien, ik heb deze dolhead gelaten zo van de vorige keer. Dus met de seringen pasteltinten erin. En deze gaan we dan ook omturnen naar een mooie kopertint. En we doen net alsof het een klant is bij ons in de salon. Want die komt ook wel eens met kleur in haar haar die omgeturnd wil worden naar een nieuwe kleur. Voor de kleurtechniek heb ik deze keer een collega uitgenodigd, Angelique. Want wat ik jullie al zei in het eerste deel, wij maken zo'n collectie altijd met een team. En Angelique heeft deze kleurtechniek uitgedokterd, zeg maar. En die gaat hem vandaag ook aan jullie demonstreren. Maar we beginnen natuurlijk eerst met het knippen. Nou, daar zit nog product in van de vorige keer. Dus we gaan hem eerst lekker wassen voordat we hem gaan afdelen. Tot zo! Aan dat we het haar gaan snijden. Dus wat belangrijk is, is dat het haar heel goed geconditioneerd is. Nou, ik heb het gewassen met een shampoo en een conditioner, maar ik doe er ook nog een leave-in product in. Deze is dan van Kiss, maar je kan natuurlijk met je eigen merk kan je werken. Puur om te zorgen dat je mes heel soepel door het haar heen glijdt. Want ik denk allemaal wel dat we de klant kennen die zeggen nee, je gaat niet mijn haar snijden, want dan krijg ik gespleten punten en het wordt droog. Maar het is echt de manier waarop je snijdt en welke producten dat je in het haar gebruikt, dat het haar gewoon heel mooi soepel valt en dat je geen droge punten krijgt. Nou, dit hebben we nu gedaan en wat ons nu volgt is de afdeling erin maken. Nou, wat ga ik als eerste doen? Ik ga eerst de ponypartij ga ik afdelen. Dus in het midden van het gezicht en dan neem ik het puntje van de neus, neem ik dan. Dan doe ik eerst de ponypartij afdelen. Ik leg mijn kammetje neer. Daar waar hij het hoofd raakt, daar maak ik de afdeling. En dan maak ik een diagonale scheiding. Op deze manier naar de buitenkant van de wenkbrauw. En aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus ik zal hem eventjes draaien. Hier heb ik mijn beginpunt. Daar heb je het uiteinde van je wenkbrauw. Dus dat wordt dan die diagonale scheiding. Nou, jullie hebben ten alle tijde de spiegel voor je neus, zodat je precies kan kijken of je recht bezig bent. Dus ik zal zelf nu maar even checken. Dus ga ik er eventjes voor staan of mijn afdeling erin klopt. Ja, die heb ik te pakken. Nou, die zet ik dan eventjes vast. Zo. Dan heb je hier de twee punten zitten van de uiteinde van je ponypartij. Nou, het enige wat ik dan doe is ik begin daar en dan maak ik een rondje bovenop. Dus het is een hoefijzer dan wat ik afdeel tot net onder de kruin en ik laat zo de dolhead draaien. Ik laat het zo aan jullie zien dat ik het bovenste gedeelte vastzet. Ga ik naar dat punt van de ponypartij aan de andere kant. En dan zet ik dit bovenste gedeelte zet ik vast. Even goed naar me toe kammen. Kijk, heel eerlijk, als ik zo'n afdeling maak bij mij in de salon, dan ga ik er allemaal niet heel netjes uitkammen. Ik draai hem op, ik klip hem weg. Het is voor mij wel heel belangrijk dat de lijnen er goed in zitten. Maar het hele secure, wat ik nu voor de film doe met het afdelen, ja, dat doe ik dan niet in de salon. Ik doe hem wel secuur afdelen, maar het vastklippen, dat gaat allemaal wat sneller. Maar voor jullie om het goed in beeld te krijgen, zet ik hem wel op deze manier, zet ik hem heel netjes vast. Zo. Kijk, dus als ik hem dan eventjes in beeld breng, heb je net bovenop zo'n cirkeltje wat je afdeelt. Nou, als we dat erin hebben zitten, dan gaan we door naar de volgende afdeling. En dat wordt een rechte lijn. En dan net achter het oor. Dus dan dit gedeelte. Dat zet ik dan vast. Daar. En aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Op dezelfde hoogte. Ik draai de dolhead weer eventjes. Dan kun je het goed zien. Gewoon een hele rechte lijn. Hup. Net achter het oor, op dezelfde hoogte als de andere kant.
En die zet je dan ook even vast. Daar. Nou, en dan gaan we nog één afdeling doen. En die komt op het achterhoofdsbeentje. Nou, bij je klant is het heel makkelijk, hè. Dan voel je dus dat bordje op het achterhoofd. Dat voel je dan en daar zit het achterhoofdsbeentje. Nou, de dolhead heeft geen achterhoofdsbeentje. Maar daar waar ik, als ik de kam er recht tegenaan doe, daar waar hij het hoofd raakt, daar zit het achterhoofdsbeentje. Dus die afdeling maak ik ook. Als je wil, kan je hem in één keer pakken. Ik vind het soms ook wel eens makkelijk om te splitsen in tweeën. Rechte lijn. Daar. Nou, dan hebben we dit gedeelte. Dat zet ik nu vast. Dus ik zet deze achterste in twee gedeeltes vast. Maar die mag je ook gewoon in één gedeelte vastzetten, hoor. Dat is maar net wat je zelf prettig vindt. Nou, ook daar gaat een klemmetje op. Zo. En dan aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. De rechte lijn. Zo. En controleer jezelf anders in de spiegel, hè? Om te kijken of je gelijk bent. Ja. Dit zet ik dan vast. En dan heb ik vanuit hier mijn basis om te gaan knippen. Even goed opdraaien. Dan kan ik alle afdelingen goed laten zien. Zo. Die zet ik vast. Daar. Dus, je begint met afdelen. Ponypartij. Diagonale afdeling, buitenkant van de wenkbrauw. Dan bovenop de cirkel. Dan een rechte lijn recht achter het oor. Dat zet je vast. Aan de andere kant precies hetzelfde. En dan op het achterhoofdbeentje zet je een horizontale lijn. Dit is de afdeling die je dus gaat maken voordat je gaat knippen. Dus, op pauze zetten, afdeling maken en dan zie ik jullie zo terug. We beginnen in de nekpartij met snijden. En je kan al zien, het hoofd is gewoon licht naar voren gebogen. En dat doe ik omdat ik extra lengte wil creëren in de nekpartij. Nou, ik zal het jullie laten zien. Ik begin in het midden met een smalle passé. Die projecteer ik rechtstandig naar me toe. Kijk, en dan kan je dus al zien, ook al hou ik mijn vingers recht, het hoofd loopt rond, dus de afstand tot mijn vingers in de nekpartij is verder weg dan de afstand bij het achterhoofdbeentje. Dus zou ik hem nu recht afsnijden, heb ik toch al een lichte lengtetoename in de nekpartij. Maar ik wil hem nog net even iets meer meegeven. Dus let op wat ik doe. Ik snij altijd voor mijn vingers, daar waar de spanning is. Kijk, mijn vingers gaan al in een lichte hoek. Dan ongeveer op 5 centimeter, 5, 6 centimeter zet ik mijn mes erin. En mee dat ik naar beneden ga, laat ik het haar langzaam door mijn vingers wegglijden. Dus op deze manier wordt de lengte in de nek meer als het gedeelte daarboven. Nou, ik werk dus met een rijzende gidslijn. En ik zal even goed draaien, want ik wil het wel zo goed mogelijk in beeld hebben. Ik projecteer de passé naar me toe, loodrecht. Dus ik neem de andere mee. Dan ga ik net aan mijn gidslijn ga ik voorbij. Mijn mes gaat erin. En dan langzaam laat ik weer het haar uit mijn vingers wegglijden om die extra lengte te creëren in de nek. Nou, ik ga helemaal mooi met de ronding van het hoofd mee. Kijk, en als je dan later denkt van, goh, ik vind hem in de nekpartij nog wel een beetje te lang. Kijk, dan kan je hem later altijd nog eventjes iets korter maken. Dus laten vieren, dezelfde beweging maken bij elke passé. Misschien zagen jullie net een kleine hapering in de filmmontage. Maar ik had twee heren hierboven lopen die heel veel kabaal maakten. Dus we moesten even de film stopzetten. Maar ik ga door waar we gebleven zijn. Dus we werken met de rijzende gidslijn. De stand van het hoofd is nog steeds licht naar beneden. Ik neem de vorige passé neem ik mee. En als ik hem dan eroverheen laat gaan, dan zie ik de positie waar ik mijn mes erin moet brengen. En met een langzaam glijdende beweging haal ik de lengte eraf. De
Dus we gaan mooi met de ronding van het hoofd mee. Kijk, in de salon loop ik er mooi omheen. Voor jullie doe ik nu even de dolhead draaien, maar mijn lichaamspositie is er rechts voor. Mijn vingers zijn licht gebogen. En langzaam laat ik het haar tussen mijn vingers uitglijden. En misschien denk je dan wel, oh ja, maar de onderkant vind ik nog te lang. Maar dan kunnen we later altijd nog even een stukje afhalen. Dus dit is de manier van het snijden. Haal de lengte er op die manier af. Kijk, en als ik dan het hoofd rechtop doe. Zo. Kijk, dan kan je dus heel mooi zien dat je die S-vorm erin krijgt. Ik krijg hier volume, hier wordt die slanker, daar creëer ik wat meer lengte. En dat is ook de trend wat we op dit moment zien voor het korte haar. Denk aan die actrice van La Casa de Papel. Wat lengte in de nek, wat lengte bij de oren. Dat zien we nou op dit moment bij de Pixie Haircut. Voor nu zou ik zeggen, zet je video op stop. Snijd de andere kant exact hetzelfde. Dus voordat jullie terugkomen, hebben jullie heel de onderpartij gedaan. Want de andere kant is exact een kopie. Als het goed is, hebben jullie nu beide kanten hebben jullie gesneden. Maar als ik de dolhead draai, dan zien jullie nog wel dat onderste stuk vind ik net even iets te lang. Dus dat doe ik los uit de hand. Haal ik daar nog net even een paar centimeter haal ik eraf. En kijk, en bij je klant kan je natuurlijk alles in overleg doen. Hè? Je kan ook altijd goed kijken van hoe valt het nekpartijtje. Zitten de kruinen in? Wil ik hem juist wat korter? Wil ik hem juist wat langer? Maar voor nu vind ik dit een hele leuke lengte. Nou, wanneer jullie dat dan gedaan hebben, dan gaat de stand van het hoofd gaat weer rechtop. Dus eerst was die licht gebogen naar beneden. Doe nu de stand van het hoofd rechtop. Daar. En dan gaat het bovenste gedeelte gaat los. Althans, het bovenste gedeelte, het gedeelte daarboven. Oké. Okay. Nou, dan begin ik weer in het midden met mijn gidslijn. Dus even goed checken. Volgens mij is ze nog een klein beetje gebogen. Even daar kijken. Yes. Je moet natuurlijk altijd in gedachten houden van, oké, hoe is de bolling van het hoofd? Je moet ook echt bij je klant aan de ronding van het hoofd aan de achterkant voelen. Kijk, als het namelijk wat platter is, dan kan je met je vingers nog extra lengte creëren. Nou, een dolhead is mooi rond, dus ik weet dat ik nu met mijn vingers gewoon verticaal kan werken. Nou, dan begin ik weer in het midden. En ik projecteer die passé loodrecht naar me toe. Ik neem een klein stukje mee van mijn onderste partij, want daar wil ik de aansluiting op maken. Nou, mijn vingers zijn recht, nu laat hij los, dus dan weet ik dat daar het punt is waar ik naartoe moet werken. Doordat ik mijn vingers recht hou, weet ik dat ik hier toch wel wat lengte overhoud, omdat het hoofd rondloopt, dat ik mooi dat volumepunt achterop het hoofd creëer. Nou, nog steeds werken we met een rijzende kitslijn. Jullie horen mij dat vaak zeggen, maar dat wil puur zeggen dat ik mooi met de ronding van het hoofd meeknip en dat ik mijn vorige passé, dat ik die meeneem. Nou, ik neem die nu in het geheel mee. Dus dan zie ik als ik net eraan voorbij ga, kijk, daar zie je heel mooi de lijn. Daar maak ik de aansluiting. Want dan weet ik zeker dat ik dezelfde lengte te pakken heb. En het moet dus een hele zachte, vloeiende beweging zijn die je dus met je mes in het haar maakt. Dus wanneer je het gevoel krijgt, ik ga schrapen, nou, dan zorg je ervoor dat het haar goed vochtig is. Maak het misschien nog eventjes nat. Misschien is je mesje wat botter. Zorg voor een nieuw mesje in je verder mes. Want daarmee zorg je echt wel voor zachtheid in het haar. En dat het dus niet gaat pluizen. Met C-vormpjes haal ik het eraf. Dus heel zacht gaat mijn mes op deze manier gaat hij er doorheen. Oké, jullie lopen gewoon mooi op de dolhead heen. Ik draai mijn dolhead, maar dat mijn lichaamspositie er recht voor is. Projecteer hem loodrecht naar je toe. Stand van je vingers zijn recht. En kruis je vingers, hè? Want nu is het belangrijk dat de passé vast tussen mijn vingers blijft zitten. Doe ik mijn vingers zo, heb ik hier een klein gaatje. En dan kan je misschien nog hebben dat het gaat slepen. Dus als ik dan de passé vergrendel tussen mijn vingers, dan overlap ik ze een beetje en dan weet ik dat de passé gewoon mooi strak tussen mijn vingers blijft zitten. Nou, als ik dan dit gedeelte ga kammen, laat ik even zien wat er gebeurt. Kijk, dan krijg je dus heel mooi die S-vorm erin. En die wil ik dus zien. Ik wil niet geen plat geheel, ik wil echt wel die S-vorm erin zien. De andere kant doen jullie exact hetzelfde. Ga ik nu ook doen. Dus zet hem op pauze en knip het tweede gedeelte.
achterste gedeelte zit er nu mooi in. En dan gaan we naar de twee zijkanten. En die hebben we los afgedeeld, omdat we namelijk nu niet meer met een reizende gidslijn gaan werken, maar met een vaste gidslijn. Kijk, heb je klant zoiets van, nou, ik wil die zijkanten wat korter? Prima, dan ga je in een reizende gidslijn ga je verder. Maar denk je, ik wil juist meer lengte aan de voorkant creëren, dan ga je met een vaste gidslijn werken. Nou, ik gaf net al aan, zorg ervoor dat de dolhead goed vochtig is, dat je mes lekker er doorheen blijft glijden. Dus ik maak hem nog wat vochtiger. Dan pak ik een passé. Niet te breed, niet te grof werken. En die projecteer ik naar mijn laatste gidslijn. Dus ik neem hem niet meer mee. Ik projecteer hem naar achteren. Nou, dan ga ik ook weer aan de lengte voorbij. Daar waar ik mijn lijn zie, daar sluit ik hem mooi op aan. Nu blijf ik ook staan met mijn lichaam. Ik loop er niet meer omheen. Projecteer hem naar achteren. En de afstand wordt natuurlijk steeds verder tot je vaste gidslijn. Dus automatisch creëer je meer lengte. Niet te grof werken. De gehele passé tussen je vingers houden. Dat werkt ook makkelijker. Dan weet je zeker dat je op de goede plek zit. De laatste passé. Projecteer hem naar achteren. Door de afstand creëer ik meer lengte. Kijk, en als ik hem nu naar beneden kan, kijk, dan zie je al wat er gebeurt. Ik hou meer lengte aan de overkant over. En het leuke hiervan is, kijk, ze kan het gewoon leuk voor het oor dragen, een beetje rommelig. Maar zegt ze van, nou, ik vind het ook prettig achter mijn oor, dan past dat ook helemaal perfect en dan loopt hij ook gewoon mooi door. Dus voor nu, beide kanten op die manier snijden, vaste gidslijn en daarna kom ik weer bij jullie terug. De twee zijkanten hebben jullie er nu ingesneden. Check jezelf even of je gelijk bent. Ben je niet gelijk, is dit gewoon een goed moment om net even die kleine correctie erin te maken. Vanuit daar gaan we naar de bovenkant. Nou, laat ik hem een klein beetje zakken. Zo. En dat gaan we dan een soort van in de natuurlijke valling ga je dat kammen. Nou, op een dolhead valt hij gewoon in het midden. Dan is die gewoon zo ingezet. En wat we dan gaan doen, zijn de gidslijnen van daaronder gaan we aanhouden. Dus dat wil zeggen dat we op de achterkant met de ronde of met de reizende gidslijn mee blijven lopen. Dat ik die ronde vorm erin creëer. Maar kom ik daar net achter het oor, dan ga ik dat voorste haar ook een beetje naar achteren projecteren. Zodat ik hier ook wel iets of wat lengte toename krijg die mooi doorloopt daar in de onderkant. Maar voor jullie gewoon weer hetzelfde. Ik maak hem weer een beetje vochtig. Zorg ervoor dat het haar goed nat is. Kijk, die Kerashield Leave-In, die zit er wel onder. Dus die zorgen echt wel voor dat mijn mes er lekker doorheen glijdt. En dan gaan we gewoon weer achterop beginnen. Kijk, zie je dat? Daar is mijn gids. Daar sluit ik hem op aan. Ik ga net eraan voorbij, want ik snij voor mijn vingers daar waar de spanning zit. En dan neem ik weer mijn volgende passé. Ik doe een stapje opzij. Ik blijf ervoor staan. Daar zie ik mooi mijn gidslijn. Daar sluit ik hem op aan. Dus wat ik doe is alles naar buiten projecteren. Naar die gidslijn die eronder zit. En daardoor creëer ik zo dadelijk, dat zien jullie ook, een punt bovenop. En die gaan we dan later wel weer eventjes verwijderen. Je kan er ook weer voor kiezen om die bij de klant te laten zitten. Je moet mij altijd gebruiken als inspiratie. Dus ik geef een soort van kniplijn aan jullie uit, of die leg ik uit. Maar daarnaast moet je hem vertalen naar je eigen klant. En bij elke klant is dat toch wel weer anders. Oké, volgende passé. Dit is nog steeds met een ronde lijn. Dus nog steeds die reizende gidslijn. Want ik heb nog niet het punt bereikt achter het oor. Dat is nu. Kijk, nu kom ik aan bij de scheiding die daaronder zit. Dus ik ga er recht voor staan met mijn lichaam. Ik loop daar nou ook niet meer omheen. Want zou ik dat doen, ga ik dan toch weer net even de mist in. Dus vanaf hier scheiding trekken, naar achteren projecteren, naar je vaste gidslijn. En dan weet je zeker dat de voorkant of de bovenkant heel mooi doorloopt in de zijkant met een lichte lengte toename. Dus scheiding pakken, naar achteren projecteren en mooi op aansluiten.
de laatste aan deze kant. Hou de gehele passé in je handen. Dat je zeker weet dat je op de goede lijn zit. Kijk, en dan zie je ook. Dan heb je hier, heb je mooi die ronde lijn. En dan net dat laatste gedeelte, die loopt weer mooi langer in die voorkant toe. Dus voor jullie, nu, dat beide kanten knippen, want het is exact dezelfde kopie. Zet hem op pauze en zie ik jullie zo weer terug. We hebben dus alles naar buiten geprojecteerd. Dus als je het nu omhoog kant, dan zal je zien dat hier een punt zit. Nou, je kan ervoor kiezen om die bij je klant te laten zitten. Maar zoals het model in de Technical Guide heb ik ervoor gekozen om die punt te verwijderen. Dus wat doe ik dan? Ik heb damegidslijn en damegidslijn. En wat daar buiten uitsteekt, dat haal ik er op deze manier af. Mijn mes is een beetje schuin omhoog. Ik zet mijn duim erop en in één vloeiende beweging trek ik het eraf. En dan zie je geen lange haren meer ertussenuit komen. Dus ik projecteer hem door naar mijn volgende passé. Het is zomaar net die bovenste punt die je eruit haalt. Of die je eraf haalt. Ik zal hem even langs de zijkant laten zien. Want sommigen hebben problemen met deze snijtechniek. Ik heb niet meer zo heel veel eraf te halen. Maar je mes is schuin omhoog. Duim erop. En in één vloeiende beweging trek je het haar eraf. Vind je het dan nog te massief, kan je altijd later weer wat haar ertussenuit halen. Oké, ik denk dat deze vrij simpel is, dus dan gaan we gelijk door naar de ponypartij. Ja. Een ponypartij is voor een klant heel erg belangrijk. Misschien zegt je klant wel, of op advies van jou, dat je zegt van nou, een mooiere lange lok zou mooier staan bij het gezicht. Kan je het prima zo laten. Zeg je van nou, hè, een hele korte pony zou leuk zijn, een ronde ponypartij. Kijk altijd naar het gezicht, naar de vorm en geef dan het juiste advies. En soms is het best wel moeilijk om naar een gezichtsvorm te kijken. Maar wanneer je al het haar naar achteren doet en je gaat voor de klant staan of eventjes zitten, dan kan je heel goed de gezichtsvorm zien. En onthoud gewoon één ding. Daar waar het breed is, moet je het smal maken. Daar waar het smal is, moet je het breed maken. Dat is eigenlijk de enige regel, ja, waar je dan aan moet kijken met gezichtsvormen. Oké. Maar ik ga hetzelfde doen als bij het model van de Technical Guide of van het KISS magazine wat jullie ontvangen hebben. En dan ga ik hem heel kort wel rond maken. Dus ik ga eerst met mijn schaar ga ik de ronde vorm ga ik erin knippen en later ga ik hem helemaal uitsnijden. Nou, misschien hebben jullie deze techniek al vaker gezien, maar die ga ik met twee kammen doen. Ik probeer het zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Want mijn kammetje die gaat eronder. En dan vervolgens een tweede kam, die gaat daar bovenop. Nou, wat ik dan doe is het haar verzegelen tussen mijn twee kammen. Ik draai mijn kam, draai ik om. Op deze manier. Nou, dan even met een ander kammetje zorg ik ervoor dat dit een beetje naar beneden valt. Zo, en ik gaf al aan, ik wil een korte ponypartij. Maar let op bij je dolhead, ga niet kort, want dan steekt die recht naar voren. Bij een klant kan je korter gaan, maar we hebben nu te maken met een dolhead. Oké, dus ik pak mijn schaar pak ik erbij. En dan met een inkniptechniek zorg ik dat ik de massiviteit onder me kan wegknip. Nou, in de spiegel kan je kijken of je kammetjes goed recht zijn. Ik sta er nu een beetje schuin voor. En let erop dat de punt van je kam of van je schaar naar je toe wijst. Dus niet dit, hè. Niet in het oog, nee, naar je toe. Dan weet je zeker dat je goed zit. Nou, door deze draaiing heb ik in één keer een hele sterke, ronde ponypartij heb ik erin zitten. Nou, nu is hij natuurlijk nog heel massief. Dus met mijn mes, even kijken hoor, waar heb ik hem gestopt? Ik heb zoveel materiaal in mijn tasje zitten. Ha, hier. Ga ik met een penseeltechniek, ga ik er haar tussenuit halen om hem nog wel wat vloeiender te maken. Want zo massief wil ik hem niet houden. Dus ik projecteer het haar naar beneden. Nou, ik snij dus weer daar waar de spanning zit. Dan op deze manier met een penseeltechniek
haal ik er dus allemaal haar tussenuit. Begin gewoon voorzichtig. Klein beetje je mes kantelen. En dan beetje bij beetje werk je gewoon met je klant. Werk je naar de juiste ponypartij toe. Nou ja, en dan nog de ruwe versie maak ik in het natte haar. Maar wanneer het droog is, zal ik hem altijd nog eventjes nakijken om hem de juiste vorm te geven. Nou, als je passé te dik, splits hem dan wat. Met die penseeltechniek haal ik er haartjes tussenuit. Om langzaam die vorm die ik dus wil krijgen, om die erin te maken. Deze kant. Zo. Nou, en dan heb je echt wel de pixie haircut van nu heb je te pakken. Dus we hebben wat langere, vollere lengtes aan de voorzijde. Ik heb echt nog wel lengte op het achterhoofd die zorgt voor die S-vorm die ik zo graag wil zien. En deze coupe kan je natuurlijk op allerlei manieren dragen. Je kan hem in het gezicht dragen, je kan hem naar achteren feunen, maar het is aan jullie om de juiste advies aan je klant te geven. Nou, vanuit hier gaat Angelique, mijn collega, die gaat de kleurtechniek erin doen. Straks, helemaal op het eind, ga ik nog wat meer effileren, dan neem ik jullie mee in terug. Maar Angelique is dus verantwoordelijk voor deze kleurtechniek in de Technical Guide. Dus hoe leuk is het dat ze dat zelf ook kan uitleggen. Hier komt ze. Zoals Natasja jullie net al uitgelegd heeft, ga ik jullie meenemen in het verhaal vandaag van de korthaar kleurtechniek. Mijn naam is Angelique Winters en ik werk binnen het vaktechnisch team van KIS. We weten dat het allemaal lastig is om inderdaad in kort haar een mooie kleurtechniek te maken. En ik heb daarom samen met Natasja hebben we gekeken van oké, hoe kunnen we op een leuke manier kunnen we mooie kleurtechnieken creëren in korter haar. Nou, Natasja heeft al mooi de collectie net geknipt voor jullie en ik ga hierop verder. Wat ook al eerder uitgelegd is, dit is een klant die natuurlijk al eerder gekleurd is. Dat is een model die al eerder gekleurd is. Dus we hadden zoiets van, ja, we kunnen wel een nieuwe dollhead gaan pakken. Maar we weten ook dat in de werkelijkheid of in de salon dit ook dat je dit kan tegenkomen. Dus daarom willen we ook gaan kijken van hoe kunnen we nou uit deze dollhead ook de mooie koperkleur maken. Zoals we kunnen zien in de techniekbrochure. Wat we gaan doen is, we gaan op een milde manier gaan we pigmenten verwijderen. We kunnen ervoor kiezen om het haar gelijk te gaan blonderen. Maar het hoeft niet een hele lichte koper te worden. Hij mag wat donkerder blijven van kleur. Dus we hebben ervoor gekozen om toch deze dollhead, de blondeerwassing, de pigmenten daarin eruit te gaan halen. Nou, hoe doen we dat nou? We mengen hier, maken hierbij een combinatie van blondering met water en shampoo, die ga ik jullie uitleggen zo meteen, om daarin bijvoorbeeld een matte pigment uit het haar te verwijderen. Een blondeerwassing gebruik ik bijvoorbeeld ook heel vaak wanneer klanten bijvoorbeeld zelf gekleurd hebben, waardoor het te veel is doorgeslagen, de pigmenten wat groener zijn geworden van kleur. Dan is het altijd lastig om die pigmenten zo goed mogelijk uit het haar te krijgen. Nou, hoe doen we dat? We doen dat door middel van één deel van onze KIS blondering Snow White. In combinatie met één deel van de volume shampoo. En één deel water. Die pak ik dan gewoon een bakje, die vul ik bij de kraan met wat water. En daarin ga ik dus mijn combinatie maken. Ik ga zo met dit model met jullie ook schoonwassen. Dat doe ik bij de wastafel, want de vloeistof is wat dunner. Dus dat is makkelijk om aan te brengen bij de wastafel. En dan ga ik kijken welke pigmenten er onderuit gaan komen. En daarop ga ik dus mijn kleur weer bedenken die ik daarna ga toepassen. Nee. Je mag niet filmen. Nee. Ook geen bloepers. Wacht, dan doe ik het even zo. Zo. Bij een blondeerwassing is het dus belangrijk dat je dus het haar blijft masseren. Omdat je hier ook werkt met water en blondering en shampoo. En door middel van het water en het shampoo ga je dus die blondeerwassing activeren. Dus je zorgt ervoor dat je echt met die handen lekker door dat haar heen gaat. Dat je echt de kleurpigment als het ware uit het haar wast. Goed, zoals je net hebben gezien heb ik de schoonmaakformule aangebracht op deze dollhead. Ik heb ervoor gekozen om een schoonmaakformule toe te passen. Ook omdat we natuurlijk al verschillende kleurtechnieken hebben toegepast op de dollhead. Dus we hebben al een balayage techniek gedaan. En we willen natuurlijk ook heel graag haar overhouden om te kunnen kleuren. De schoonmaakformule heeft ongeveer 10 minuutjes in het haar gezeten. Die heb ik lekker doorgemasseerd om ervoor te zorgen dat echt al die pigmenten uit het haar verdwenen. Daarnaast heb ik een 5-stappenkuur toegepast binnen KIS. Dat kan je natuurlijk ook vanuit je eigen merk gewoon toepassen. Maar binnen KIS werken we natuurlijk met een stappenplan. En ik ga nu bij haar de uitgroei inzetten.
Nou, het mooie is, ik heb een mooie lichte koper overgehouden aan de bovenkant, een warme kleur. De onderkant hou ik wat donker. En wat ik zo meteen ga doen, in de techniekbrochure zullen jullie zien dat ik op die techniek ook de haren opgelicht heb. Dat ga ik zo meteen niet doen, want ik ga gebruik maken van de ondergrond die ik op dit moment heb. Allereerst ga ik de uitspray inzetten en dat doe ik door middel van onze Safe Shade. De Safe Shade is onze PPD-vrije kleuring en die kan ik prima ook op het doelhead gebruiken om daarmee een uitspray in te zetten. En dat doe ik door middel van de 5KB te mengen met 3%. De mengverhouding van mijn kleur is 1 op 1,5. Dus 1 deel van mijn verf, 1,5 deel van mijn waterstof. Nou, ik ga de uitspray inzetten. Die ga ik mooi even aanbrengen op het haar. En aan jullie ook om dat daar ook te doen. En dan ga ik daarna de techniek aan jullie uitleggen. Dus nu de uitgroei heb ik ingezet bij de doelhead. En wat ik al wel gedaan heb, ik heb ongeveer een uitgroei van een kleine centimeter heb ik ingezet over de gehele lengte. En aan de achterkant heb ik ook alvast de onderkant de lengte en punten ingezet. Wat ik anders ga doen vandaag als bij de techniekbrochure, is dat ik bij de techniekbrochure te maken had met een klant die nog wat donkerder was in lengte en punten. Dus ik moest haar haar ook wat gaan oplichten om ook echt die kopertinten daarin te creëren. Nu hebben we natuurlijk haar punten al lichter gemaakt door middel van die schoonmaakformule. Wat ik ga doen, ik ga wel dezelfde techniek gebruiken om af te delen. Dus ik ga een cirkel bovenop afdelen met daaronder halve maantjes. Alleen normaal gesproken zou ik die halve maantjes gaan oplichten met de Snow White. Dat ga ik dus nu niet doen, want ik heb mijn punten al blond. Maar ik ga die afdeling maken en ik ga juist de bovenkant en dus die onderkant helemaal donker inzetten. Waardoor ik die lichte halve maantje al overhoud. Nou, daarna ga ik hem dan in zijn geheel uitspoelen en ik ga hem natonen met de Soft Shade, zodat het een hele mooie kopergloed daarin krijgt. Dus hij zal wat donkerder uitvallen als inderdaad ook in de techniekbrochure. Want hij gaat dus inderdaad op de uitgroei blijft hij wel gewoon mooi donker. En de basiskleur maken we wat donkerder. In de techniekbrochure hebben we ervoor gekozen om hier iets wat lichter koper over te houden. Dus ik ga de afdeling maken en ik ga jullie meenemen hoe ik dat doe. Ik begin aan de bovenkant met een soort van halve, een cirkelvorm. Maar meer eigenlijk een ovaal. Hou er wel rekening mee dat dus in je uitgroei al kleur zit. Dus wanneer je te veel in het haar gaat kammen, dan kam je dus die kleur weer in lengte en punten. Aan de bovenste cirkel maakt dat niet zo heel veel uit, want die wordt toch donker zometeen. Maar in de halve maantjes wordt dat wel wat lastiger. Want daarin moet je dus ervoor zorgen dat die punten ook mooi blond blijven. Dus ik maak eerst een ovaalvorm bovenop het hoofd. Laat ik een klein beetje naar de kruin toe lopen. En die deel ik vast even af met een klem. Zodat ik makkelijk aan de onderkant zometeen die halve maantjes in het haar kan zetten. Even de camera hoog zit. Punt. Ja, mag ik niet. Zie meer naar het midden. Je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om te zeggen, ik doe bijvoorbeeld de bovenkant doe ik een andere kleur. Of ik hou juist de bovenkant nog wat lichter en de onderkant wat donker. Daar kan je ook je eigen variaties in maken. Dus de bovenkant zet ik vast met de klem. Die wordt zo meteen mooi donker. En dan begin ik aan de voorpartij met dus mijn halve maan. Ik ga er even zo voor staan, zodat ik in ieder geval een beetje aan de voorkant doe. En ik maak halve maantjes met de punt naar beneden. Dus ik begin mijn ronding tegen mijn ovaal aan de bovenkant aan en de punt draai ik naar beneden toe. Hieronder begin ik dus weer in de hoek en dan trek ik hem naar de andere punt toe. Dus op deze manier krijg je dus een half maantje. Deze onderste partij wordt donker, dus daar mag ik best met mijn kam doorheen. Wat ik dan wel even doe, is ik leg er een folietje tussen. Een magic foiltje. Dat ik even die passé erop kan laten rusten. Dat ik hem zo meteen gewoon netjes weg kan leggen, dat ik hem in kan zetten. Dan ga ik naar de zijkant toe.
En zo deel ik eigenlijk alle vier de halve maandjes af. Wat belangrijk is in deze techniek, is dat je ook nog daartussen een klein stukje donker overhoudt. Dus mocht je nou te maken hebben met een ondergrond waar nog geen lichte passées in zitten, dan ga ik dus deze passées, ga ik op een schetsende manier, ga ik mooi blonderen. Nou, omdat deze punten al lichter zijn, ga ik ervoor zorgen dat de onderkant gewoon donker is. En deze laat ik eigenlijk als het ware eruit. En daar ga ik zo meteen mooie soft shades ga ik aanbrengen. Hiertussen hou ik ook een klein driehoekje over. En daar komt ook mijn donkere basiskleur weer in. Dat ik toch aan het zeiken, dat ik niet allemaal van die lichte vlekken aan de bovenkant krijg. Ik ga de techniek verder afdelen, dat kunnen jullie ook doen. En dan ga ik zo meteen verder met het inzetten. De afdeling nu in het haar heb ik afgedeeld. Wat ik heb gedaan, zoals je ook een beetje kan zien op de camera inderdaad, als ik het goed in beeld kan brengen. Aan de onderkant zie je dus al die halve maandjes. Dus aan de bovenkant, aan de voorkant, hieronder zie je een half maandje. Hieronder zie je een half maandje. En hier zie je dus een half maandje. Wat ik als eerste ga doen nu op deze manier, ik ga alle onderste partijen ga ik inzetten met de kleur. En hier zie je een klein beetje, ik weet niet of je het goed kan in beeld brengen, zie je hier dus ook nog dat driehoekje wat ik zei, met die passé die dus ook weer donkerder blijft. Dus alle halve maandjes sluiten niet helemaal aan. Er blijft een klein gedeelte blijft ertussen, op alle hoeken, die ik ook weer donker in ga zetten. Dus hier zie je hem ook aan de voorkant en hier aan de voorkant aan de ponypartij. Omdat het haar ponypartij wat korter is in dit geval, is het mooi om die onderste laag wat donkerder te houden, dat ze niet helemaal een blonde vlek aan de bovenkant heeft zitten. En zometeen valt het middelste cirkeltje, die ik dus hieronder heb, valt er gewoon heel mooi weer overheen. Ik ga allereerst beginnen nu met de onderste partijen in te zetten. Dat kunnen jullie dus ook gaan doen. Dus ik begin aan de zijkant. Daarvoor pak ik gewoon mijn basiskleur die ik net ook heb gebruikt op de uitgroei. En ik ga er alle passées aan de onderkant mee inzetten. En wat ik daarna ga doen, is dat ik op dus dat stuk wat ik ingezet heb. Dus ik ga de lengte en punten ga ik gewoon mooi inzetten. Daar kies ik weer voor om de 5KB met 3% te gebruiken. Dat mijn basiskleur mooi in volle donkere kleuring blijft. Dus een mooie koperblond, bruin kleuring. En mijn tussenstukken, dus die ik lichter heb gemaakt, dus die dus eigenlijk in dit geval lichter al waren aan de onderkant, dat ik die met een mooie koper soft shade ga inzetten. Goed het even doormasseren, dat die punten ook gewoon mooi vol zijn van kleur. Makkelijk is ook als je bijvoorbeeld het lastig vindt om echt vieze handen te krijgen en daarin ook je punten die blond zijn mooi blond te houden. Dat je even een handdoek in de buurt legt waardoor je tussendoor even je handen af kan vegen. Dan zorg je er in ieder geval voor dat je blonde passées ook gewoon blond blijven. Wat ook nog wel eens even helpt, is goed met de achterkant van je penseel er doorheen te gaan met je kwast. Dat je dus goed ook die tussenharen lekker dik kan inzetten. Dat is wel belangrijk, wanneer dus je ondergrond nog wat lichter is, dat je hem gewoon goed dik in gaat zetten. Nou, ik weet niet of jullie ze kennen, maar ik maak gebruik van magic foils. Dat zijn doorzichtige folies waar je doorheen kan kijken. Die leg ik op het haar, dus hoef ik verder ook geen aluminiumfolie voor te gebruiken. En dat zorgt ervoor dat dus de kleur die er bovenop ligt, of het haar dat er bovenop ligt, dus mooi intact blijft van kleur. En dus ook niet daarin gaat verkleuren. Ik leg ook weer een magic foil erbovenop. Dat dus de blonde passé gewoon mooi blond gaat blijven. En dat ik daar zo meteen ook die koperen soft shades overheen kan zetten.
zou ik dus inderdaad een donkere ondergrond hebben, dan zou ik op dezelfde manier zou ik hem dus in gaan zetten qua afdeling. Maar dan zou ik de tussenlengtes gaan lichter maken met een blondering. En dan leg ik op dezelfde manier dus een magic foil ertussen, om ervoor te zorgen dat die haar dus mooi blond gaan worden. Nu mogen jullie het aan dezelfde manier, op dezelfde manier ook aan de andere kanten gaan toepassen. En dan ga ik ze jullie zo meteen aan de bovenkant laten zien. Ik heb dus nu de onderpartijen allemaal ingezet. En jullie zagen mij net op de video ook inderdaad aan de onderkant een folietje op het voorhoofd leggen. Want met korte haar is het altijd lastig om het voorhoofd goed schoon te houden. Dan heb ik een magic foil eronder liggen, waardoor mijn passé dus op die folie ook rust. En de klant dus ook minder haar last heeft dat het haar op het gezicht ligt. Ik heb dus nu alle onderste gedeeltes ingezet. Ik ga nu verder met het bovenste gedeelte. Het bovenste gedeelte ga ik ook volledig inzetten met mijn basiskleur. Je kan dus ook voor kiezen om deze met een andere kleur bijvoorbeeld in te zetten. Met een kopertint of een rood tint, noem maar op. Om het toch wat variatie in te houden. Nu ga ik hem dus in de basiskleur ga ik hem meenemen. Dat ook de bovenpartij wat donkerder blijft. En in de technical guide heb ik hem dus wat lichter gehouden met een soft shade daarin. Zometeen ga ik hem laten inwerken. En dan ga ik daar overheen nog een soft shade aanbrengen. Ik ga de bovenste partij nu gewoon volledig inzetten. En ik heb de twee voorste plukken die dus in die driehoek ook zaten. Die neem ik dus ook gelijk mee in de bovenpartij. En die neem ik dus mee in mijn klem, dat ik aan de bovenkant gewoon mooi strak kan afdelen. Ook hier belangrijk dus ook weer, omdat je dus werkt met best wel wat grovere afdelingen, dat je ook alle passés gewoon goed lekker dik in gaat zetten. Dat het volledige haar met kleur bedekt is. Als je twijfelt, trek je hem nog even een keertje open. Dan kan je in ieder geval goed zien dat die lengte en punten ook goed dik zijn ingezet. Door het gebruik ik vaak wel iets wat meer kleur, omdat hij toch wat harder ook product opneemt. Dus breng gewoon voldoende product ook aan. Zo. Nou, wanneer ik dus die laatste passé heb ingezet, laat ik dus nu mijn dolhead laat ik even inwerken, een half uur, dat de basiskleur volledig ingewerkt is. Daarna ga ik het gedeelte ga ik hem volledig uitspoelen. En daaroverheen ga ik dus nog een soft shade ga ik aanbrengen. Om het geheel dus die lichte passés die ik aan de zijkant heb overgehouden, om die een mooie koopgloed te geven. Nou, ik heb dus nu de uitgroei heb ik ingezet en ook de rest van de partijen. Heb ik allemaal met dezelfde basiskleur ingekleurd met de 5KB met 3%. Aan de voorkant heb ik dus die halve maan heb ik afgedeeld. De onderpartij is donker. Het tussengedeelte is licht gebleven. En daarboven, dus die zijkanten, met die twee driehoekjes die dus in de bovenpartij weer zijn meegenomen. Heb je dus een donkere ondergrond, dan is dus deze partij kan je oplichten met de blondering. Maar in dit geval was hij natuurlijk al lichter qua basiskleur. Dus gaan we hem zo meteen gewoon mooi tonen. Hetzelfde is ook voor de zijkanten. Ook hieronder heb ik weer die halve maan afdeling gemaakt. Met dus inderdaad weer de onderkant donker. En de bovenpartij hier in het geheel ook weer donker. Hetzelfde geldt voor de achterkant. Halve maan afdeling met twee driehoekjes ertussen die wat donkerder blijven. En de zijkant ook weer aan deze kant met de halve maan afdeling. En dus inderdaad ook die cirkel bovenop. Met dus die zijkantjes die daarbij in zijn meegenomen. Vanaf hier neem ik het weer over van Angelique. Ik heb de verf ondertussen uitgespoeld en mij rest nu alleen nog even een spoeling eroverheen te halen. Want ik wil namelijk die lokjes die niet ingekleurd zijn, die wil ik nog iets feller, iets dieper maken. En de rest wil ik ook nog een bloedje meegeven. Kijk, in de salon zou je er best voor kunnen kiezen om alles tegelijkertijd erin te zetten, ook die lokjes. Maar dit spoelinkje is heel makkelijk aan de wastafel ingezet met een flacon. Ik heb hem hier al klaargemaakt. Nou, wat ga ik gebruiken? Dat is de Soft Shades van Kiss, dat is een ammoniavrije kleuring. En dan heb ik voor nu 1 deel Orange Mix, 1 deel 06 KG en 1 deel 09K. Omdat ik dan die 06 KG vind ik net even iets te donker, dus vandaar dat ik de 09K erbij doe om wat lichter te maken. Nou, ik ga dit dus nu aanbrengen aan de wastafel met een flacon, dat is het meest makkelijke. Voor jullie zelf, kies een toner die je mooi vindt, wel met een koper karakter om wel in de familie te blijven. En dan zie ik jullie zo dadelijk weer terug. Voordat we de dolhead gaan drogen, gaan we hem eerst nog eventjes texturizen daar waar het nodig is. Nou, je kan zien dat ik hier een wat zwaardere massa heb.
En dan ga ik met mijn mes, ik zal hem eventjes draaien, dat jullie het goed kunnen zien. Kijk, ik pak dan gewoon een smalle passé pak ik op. Mijn hand gaat dan bovenlangs. En dan heel zacht ga ik er met mijn mes langs. Dus ik haal geen dikte weg. Of ik haal wel dikte weg, maar ik haal geen lengte weg. En ja, texturizer, dat doe je altijd een beetje op gevoel. Je kijkt daar waar het te dik is, je voelt. En als je denkt van, oh, daar mag nog wat weg. Dan zou je op deze manier ervoor kunnen kiezen om wat massiviteit weg te halen. Haal het dus weg daar wat je denkt wat nodig is. En dan komt de uitdaging. Want als je een dolhead met kort haar in deze look gaat feunen, dan is dat ontzettend moeilijk. Dan krijg je vaak zo'n ontplofte kop. Dus het advies naar jullie, en wat ik zelf ook ga doen, is ik kam hem in model, ik laat hem lekker zo drogen. En dan morgen, dan zien jullie het eindresultaat. Dus ook voor jullie zelf, de dolhead gewoon lekker in model kammen, een nachtje laten staan en morgenochtend even met de handen erdoorheen. En dan kan je heel mooi het model zien. Dus ik zeg, fijne avond. Ik laat hem een nachtje drogen en morgen nemen we het laatste deel op. Hierbij het eindresultaat van de knip- en kleurtechniek die ik jullie heb laten zien. Nou, echt wel een commercieel modelletje. Wat lengte in de nek kan je natuurlijk bij je klant ook wat korter doen als je dit niet wil. Wat lengte bij de oor bovenop, de kortere laagheid en natuurlijk de hele leuke kleurtechniek. Nou, ik hoop dat jullie weer ervan genoten hebben en ik zie jullie de volgende keer.